was het begin van de winter toen de koningin van een ver land voor het open raam zat, een kleedje te naaien voor haar kindje waarvan ze in verwachting was. Dat raam was gemaakt van zwart ebbenhout. Toen ze opkeek naar de sneeuwvlokken die uit de lucht naar beneden dwarrelden, prikte ze zich met een naald in haar vinger. Er viel een druppel bloed in de sneeuw en in gedachten wenste ze zich een dochter met een huid wit als sneeuw, lippen rood als bloed en haren zwart als ebbenhout. Toen, kort daarop, haar dochtertje geboren werd, noemde ze haar Sneeuwwitje. Helaas stierf de koningin kort na de geboorte. Een jaar later trouwde de koning een andere vrouw. En zo kreeg Sneeuwwitje een stiefmoeder. Die vrouw was erg mooi, maar ook heel onaardig. En ze kon het niet verdragen als iemand anders mooier was dan zij. De stiefmoeder had een heel bijzondere spiegel die op al haar vragen antwoorden kon. Wanneer ze ervoor stond, sprak ze de magische woorden: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooist van heel het land? O koningin, u bent de mooiste van heel het land. En dit herhaalde zich dag na dag, jaar na jaar. En steeds vertelde de spiegel dat ze de mooiste vrouw van het hele land was. Maar toen Sneeuwwitje de leeftijd van 17 had bereikt... Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooist van heel het land? O koningin, mooi bent u. Maar Sneeuwwitje is wel duizendmaal mooier. Ik wil dat kind niet meer zien. Razend van jaloezie riep ze een jager bij haar en beval hem om het kind in het bos om te brengen. Waarom doe je dit? Wat heb ik misdaan? Jager, alsjeblieft, laat me leven. Alsjeblieft, echt, ik zal wegrennen en nooit meer thuiskomen. Niemand zal me ooit nog zien. Alsjeblieft. Loop dan. Loop. Zover je maar kunt. Het arme meisje liep, zolang ze maar kon. Diep in de nacht kwam ze uitgeput aan bij een klein, vreemd huisje. Er stonden 7 bedjes op een rij. Rond het kleine tafeltje stonden piepkleine stoeltjes. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooist van heel het land? O koningin, u bent mooi. Maar Sneeuwwitje is wel duizendmaal mooier. Dat kan niet! Het kind dat leeft nog. De stiefmoeder begreep meteen dat de jager haar had laten ontsnappen. Vervloekte jager. Die heeft haar gewoon laten ontsnappen. Wie heeft op mijn stoel gezeten? En wie heeft er van mijn bordje gegeten?
Wie heeft er uit mijn bekertje gedronken? En wie ligt er in mijn bedje te slapen? Nu wilden die dwergen uiteraard wel eens weten wie hun gast was. Ik werd geboren. En Sneeuwwitje vertelde het verhaal over hoe ze hier was terechtgekomen. De 7 dwergen konden het goed vinden met Sneeuwwitje en raadden haar aan nooit iemand binnen te laten als ze alleen was. Zo bleef Sneeuwwitje bij de 7 dwergen. Ze hield hun huisje schoon en maakte het eten terwijl de dwergen naar hun werk in de bergen trokken. De stiefmoeder dacht goed na om ervoor te zorgen dat zij en niet Sneeuwwitje de allermooiste van het land zou worden. Ze nam de mooiste appel die ze vinden kon en vergiftigde hem. Wie ervan zou eten, al was het maar een heel klein stukje, zou doodgaan. Zo ging de koningin vermomd als oude vrouw naar het huisje van de 7 dwergen. Dag, meisje. Niet vallen, hoor. Hey. Zeg, ik heb hele mooie spulletjes te koop. Zo echt van die dingen waar jij van droomt. Eens kijken. Wat mooi. Maar ik mag niemand binnenlaten. Dat mag niet van de 7 dwergen. Oh. Dat is jammer, hè? Ja. Een appeltje. Dat wil jij wel, hè? Ik mag niets aannemen. Zeg, jij denkt toch niet dat hij vergiftigd is? En de sluwe heks brak de appel in 2 stukken en gaf het giftige stuk aan Sneeuwwitje. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooist van heel het land? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooist van heel het land? Wel? Wie is het mooist van heel het land? O, koningin, u bent de mooiste van heel het land. Sneeuwwitje was dood. De dwergen huilden dagenlang. Toen ze haar wilden begraven, had het meisje nog steeds zulke mooie rode wangen als toen ze nog leefde. Daarom legde ze haar in een mooie glazen kist. Ze was nog steeds zo wit als sneeuw, zo rood als bloed en zo zwart als ebbenhout. Op zekere dag verscheen een prins van een ver land. Wie is dit mooie meisje? Sneeuwwitje! Sneeuwwitje. Verkoop mij deze kist. Hoe kan de wereld nou nog verder leven zonder ooit de schoonheid van Sneeuwwitje te kunnen zien? De prins had zo'n mooi meisje nog nooit gezien. Hé, wat ben jij van plan? En als een wonder... Waar ben ik? Je bent bij mij. Yay! Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is het mooist van heel het land? O koningin, de mooiste hier bent u. Maar Sneeuwwitje is wel 1000 maal mooier. De prins vertelde Sneeuwwitje wat er met haar gebeurd was. Hij nam haar mee naar het kasteel van zijn vader en vroeg haar ten huwelijk. En ze leefde nog lang en gelukkig.